Studentenvakbond Accu is niet blij met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs haar BSA-belofte afgezwakt. Deze belofte hield in dat de puntendrempel voor eerstejaarsstudenten overal gelijk werd getrokken. Miranda van den Burgt, voorzitter van Studentenvakbond Accu, geeft aan dat het niet onverwacht was. Ja, we waren toch wel teleurgesteld, omdat er wederom een belofte door het ministerie van OCW niet is nagekomen aan de studenten. Dus ja, dat eigenlijk, daar zijn we ondertussen eigenlijk al aan gewend. Helaas, we hadden het anders gezien. De reden voor het aan banden leggen van het zogeheten bindend studieadvies zijn de toegenomen stresssymptomen onder studenten. Onderzoeken leggen wel een link tussen het BSA en stress, maar hard bewijs mist nog. Studenten ervaren de stress verschillend. Ja, het BSA was wel een beetje een dingetje. In het begin van het jaar merkte ik wel dat heel veel mensen zoiets hadden van nou, dat moet wel goed komen. En als je dan tegen de tweede, derde periode toch vakken niet gaat halen, dan wordt het wel een beetje lastig. Ja, ik vond het wel stressvol, want je hebt wel een soort van aantal punten die je moet halen. En ja, het gevolg als je het niet haalt is gewoon dat je van school moet en dat is best wel pittig, vind ik. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het wel meevallen. Het was wel te doen. Stress geeft het zeker, maar ja, het is altijd het eerste jaar. De studentenvakbond wil ook dit onderwerp meenemen tijdens hun aankomende betoging. Dit is natuurlijk één van de vele problemen in het onderwijs op dit moment. Dit punt nemen we zeker mee tijdens acties, landelijk en zowel lokaal. We willen studenten vanuit het hele land 24 november in Den Haag zien. En tot die tijd zul je hier ook op de Radboud merken dat er actie gevoerd wordt. En dat kun je nu ook al doen door dit rode vierkantje te dragen. Of de minister zich gaat houden aan de belofte is nog maar de vraag. Nijmeegse studenten lijken er ook nog niet helemaal uit te zijn of het een zinvolle maatregel zou zijn. Ja, aan de ene kant vind ik een mooi idee dat mensen die gewoon inderdaad opstartproblemen hebben een betere kans krijgen. Maar aan de andere kant denk ik ook wel moet je er wel voorzichtig mee zijn dat mensen niet te lang aan gaan modderen. En uiteindelijk nog meer geld, nog meer tijd en energie in een studie hebben gestoken waar ze uiteindelijk geen papiertje van halen. Ja, ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik denk dat het iets minder stress oplevert en is het sowieso ook eerlijker verdeeld, zeg maar, tussen alle studies. Ja, op zich vind ik het wel goed dat dan alles gelijk is, maar dan moet je wel kijken natuurlijk naar de werkverdeling, want de ene school die heeft voor één toets 3 studiepunten en de ander is het 7.